Van 6 naar 27 lidstaten, dat is niet niets. De Europese Unie heeft in de afgelopen decennia een enorme groei doorgemaakt. En deze groei in omvang brengt onvermijdelijk een grote variatie aan culturele waarden met zich mee. En waar cultuurverschillen bestaan, bestaat ook de mogelijkheid voor deze culturen om ze nu en dan te botsen. Toch moeten we het samen doen. Hoe zorg je er dan voor dat je als Unie samen tot beslissingen komt en mogelijk zelfs sterker wordt door die verschillen? In deze video staan we stil bij de manieren waarop cultuurverschil het werk van de Europese Unie beïnvloedt. In het bijzonder behandelen we de onderhandelingen over een Europees herstelfonds om te kijken of bij die onderhandelingen ook culturele verschillen speelden en hoe deze uiteindelijk overbrugd werden. Om te beginnen spreek ik met Jeroen Lennaerts, lid van het Europees Parlement namens het CDA. Hij vertelt over de culturele verschillen binnen de Europese Unie en zijn fractie specifiek. Hartelijk dank voor het warme welkom hier met een prachtig uitzicht op het Europees Parlementsgebouw. We willen vandaag heel graag met jou praten over culturele verschillen en hoe je dat ervaart in jouw werk binnen Europa. Als ik kijk naar mijn eigen werk, ik zit hier met het CDA in de christendemocratische fractie van het Europees Parlement. Dat is een fractie die verschillende partijen heeft in alle 27 lidstaten. En een christendemocraat uit Nederland is toch iets anders dan een christendemocraat uit Polen of een christendemocraat uit Griekenland. Laat staan uit een land als Hongarije. En je moet hier toch iedere dag, ondanks die culturele, ondanks die historische verschillen, toch met elkaar werken om proberen samen vooruit te komen. En dat is een heel mooi aspect van het werk hier. Waar je vandaan komt, heeft altijd een invloed op hoe je naar bepaalde zaken kijkt. Ik heb een aantal collega's uit bijvoorbeeld de Baltische Staten die in de jaren 80 tegen het juk van de Sovjet-Unie vochten. En zij kijken natuurlijk met een hele persoonlijke, vanuit eigen ervaringen, blik naar een dossier als Rusland. Een persoonlijke ervaring die ik niet heb. Dus persoonlijke geschiedenis, culturele achtergrond speelt allemaal mee als je hier samen wil werken. En hoe ga je nou om met dat soort culturele verschillen in je dagelijks werk? Ik denk dat het allerbelangrijkste altijd is om proberen te begrijpen waarom een ander zich opstelt zoals hij zich opstelt. En als iedereen dat doet, dan kun je ook verder. Dus niet alleen kijken, wat zit er alleen voor mezelf in en daar keihard op gaan. Maar ook kijken, kunnen we nou een manier vooruit vinden die zowel voor mij, maar ook voor mijn collega van een andere achtergrond, ook voor mijn collega's van andere politieke partijen, toch samen een compromis vooruit te vinden is. En als je dat hier altijd doet, dan ga je ook met z'n allen vooruit. Ja, ik denk dat het gevaarlijkste is wat je in Europa kan doen, is het alleen maar bekijken als een soort zero-sum game. Dus iemand wint, iemand verliest. De kracht van Europa en de kracht van die diversiteit zit er ook in dat je probeert met z'n allen de taart wat groter te maken, zodat iedereen een beetje wint. Je hoort natuurlijk ook wel signalen over Nederland als de bottenhark tijdens het herstelfonds bijvoorbeeld. Hoe heb je dat toen ervaren? Zijn echt die culturele verschillen daar een belemmering geweest? Ik denk dat bij dat herstelfonds dat er twee dingen speelden. Allereerst culturele verschillen inderdaad, maar zeker ook een probleem van de tijdlijn en de synchronisatie. Toen we over dat herstelfonds in eerste instantie spraken, was er in Nederland nog niet zo bijster veel aan de hand. Terwijl in Italië, in een stad als Bergamo, de lijkenwagens al volop door de stad reden. En juist in Italië zat men toen heel erg in de emotie van er moet nu iets gebeuren, we moeten nu vooruit. Terwijl Nederland ook nog vanuit de eigen gedachte dacht van ja, maar we moeten ook een beetje kijken hoe we dat gaan doen, welke voorwaarden koppelen we eraan, doen we het op een goede manier. En ik denk dat daar Nederland ook gezegd heeft achteraf, we hebben te weinig empathie getoond. En ik denk dat empathie, als je dan over culturele verschillen hebt, dat empathie ook niet noodzakelijk het eerste is waar je aan denkt bij de cultuur in Nederland. En dat botst op sommige momenten wel, op dit moment ook, maar dat had zeker ook te maken met de synchronisatie van die crisis die niet helemaal gelijk liep. We maken deze programma's natuurlijk ook voor de ambtenaren. Die zullen natuurlijk ook wel eens te maken hebben met bepaalde onderhandelingen of culturele verschillen. Wat zou je hen nog willen meegeven? Of een bepaald advies? Probeer je in te leven in de ander. Waarom doet hij het zoals hij het doet? Waarom stelt hij zich op zoals hij zich opstelt? En ga van daaruit werken om samen vooruit te komen. En ik denk dat dat ook voor Nederland, in Nederland zelf geldt. We zijn ook niet allemaal hetzelfde, maar juist hier in het Europees Parlement, waar 27 nationaliteiten bij elkaar komen met verschillende culturele achtergronden, verschillende historische achtergronden, is dat nog veel belangrijker. Voor verdere uitleg over de inhoud van het herstelfonds ga ik op bezoek bij Maarten Verwij, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken bij de Europese Commissie. Hartelijk dank dat we hier aanwezig mogen zijn. Om te beginnen kunt u ons uitleggen hoe het Europees Herstelfonds tot stand is gekomen.
Het Europese herstelfonds was een reactie op de uitbraak van de COVID-19-crisis. De vrees was dat ging leiden tot grote economische en sociale schade in Europa. Dus er was een breed gevoel dat er iets moest gebeuren. In zijn totaliteit mag de commissie tot 750 miljard ophalen op de kapitaalmarkten. En daarvan gaat dan 312,5 miljard in de vorm van schenkingen naar lidstaten. De rest kan worden gebruikt voor het verstrekken van leningen aan lidstaten. Die schenkingen en die leningen die krijgen de lidstaten niet zo, maar daar moeten ze dus wel wat voor doen. Dus om dat geld te krijgen moeten de lidstaten plannen maken waarin ze die investeringen en hervormingen detailleren. En op deze manier hopen we dat we aan de ene kant de economische groei op de korte termijn kunnen stimuleren, maar ook kunnen bijdragen aan een structuurversterking van de Europese Unie en haar lidstaten. Dat vergroot nu de slagkracht van dat fonds. Maar het helpt ook om de kapitaalmarkt in Europa beter te laten functioneren. En heel belangrijk in deze crisis, het heeft een heel sterk signaal gegeven aan de financiële markten dat we Europa dit met z'n allen gaan doen. Merkt u ook dat er veel culturele verschillen, dat die soms misschien onderhandelingen in de weg kunnen zitten? Ik denk dat het vooral van belang is om je te realiseren dat verschillende lidstaten ook gewoon verschillende belangen hebben. En je ziet ook vaak in Europa dat op het moment dat de positie van een land, de situatie in een land verandert, dat ook de posities die ze innemen veranderen. En de Engelsen die hebben daar een heel mooi gezegde voor. Is where you sit is where you stand. Met andere woorden, welke situatie je zit, dat is wat jouw positie uiteindelijk bepaalt. En dat is denk ik eigenlijk altijd wel het geval in diplomatie. Wat is dan de rol van de Europese Commissie daarin? Dus als je het herstelfonds als voorbeeld neemt? Een belangrijke functie daarvan is precies om al die verschillende belangen met elkaar in overeenstemming te brengen. We hebben daar processen voor om die belangentegenstelling te overbruggen. En uiteindelijk, niet altijd, maar heel vaak lukt dat ook. De uiteindelijke oplossing die gevonden is voor het herstelfonds, en het is heel erg logisch, is dit gaat om hervormingen en investeringen. Dus die twee dingen gaan heel goed samen, maar je moet ze wel bij elkaar brengen, want anders blijft het een gesprek tussen doven eigenlijk. Een expert op het gebied van samenwerken met verschillende culturen is Bernard Bot, voormalig permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Europese Unie. Hij bespreekt de Nederlandse belangen binnen de onderhandelingen rondom het herstelfonds. En daarnaast beschrijft hij de complexiteit van onderhandelingen binnen die Europese Unie. Allereerst zou ik u heel erg hartelijk willen bedanken dat wij hier vandaag aanwezig mogen zijn en van uw kennis gebruik mogen maken. Ik probeer een beetje een voorstelling te maken van hoe zo'n onderhandeling voor zo'n Europees herstelfonds dan precies gaat. Nederland heeft bepaalde belangen, best wel strenge eisen ook voor zichzelf. Hoe speelt dat Nederlandse belang dan ook een rol binnen die onderhandelingen? Nou, kijk, op het begin wordt er hier in Nederland een positie bepaald tussen de ministeries. En daar zijn dus ook consultaties op ambtelijk niveau aan vooraf gegaan. Dus met name natuurlijk van financiën en economische zaken enzovoort. Dus je komt hier tot een bepaald standpunt. Over het algemeen zit er permanent vertegenwoordiger, dus die ambassadeur Brussel, daarbij. Dan kom je dus tot de vaststelling van zo gaat Nederland de onderhandeling in. En daarbij heb je natuurlijk al een aantal marges ingebouwd. Want als onderhandelaar, en ik ben dus 10 jaar onderhandelaar geweest, wil je natuurlijk een marge de manoeuvre hebben. Je wil niet alleen vastgeklonken zitten op één standpunt, want dan kom je nooit verder. Nou, dat gaat dan een etappe hoger, komt bij die ambassadeurs, die onderhandelen erover en die proberen een voorstel, als het ware, te formuleren dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de wensen van iedereen, maar waar een aantal natuurlijk politieke moeilijkheden en beslispunten in zit. En dat gaat dan vervolgens naar de ministerraad of naar de allerhoogste, namelijk de bijeenkomsten van de eurotoppen van de premiers en de presidenten. En daar breekt dan het gevecht los. En het is niet voor niks dat we vaak 2, 3 dagen en nachten
achter elkaar vergaderen. Want er zijn natuurlijk zulke grote belangen die op het spel staan. En zulke tegenstellingen in opvattingen over hoe die Europese Unie verder moet gaan. En waarvoor dat geld bestemd is. Dat de nodige onderhandelingsvaardigheid vereist. Maar ook bereidheid om posities op te geven. Dus in zulke onderhandelingen is het ontzettend belangrijk om goed te luisteren wat de belangen zijn en misschien ook wel de pijnpunten van andere lidstaten, van andere partners. Wat zijn dan die culturele verschillen en wat zijn dan die politieke verschillen? Nou, die culturele verschillen die zijn natuurlijk enorm tussen 27 lidstaten. Er zijn lidstaten die natuurlijk een andere visie hebben over hoe je een land bestuurt en hoe je geld distribueert en wie je ondersteunt en wie niet. Dat betekent vaak dat je in die onderhandelingen, als het ware, elkaar niet verstaat, niet begrijpt. Omdat die zuidelijke lidstaten niet begrepen waarom wij altijd zo streng waren van, weet je wat, we geven het uit en we zien later wel waar we dat geld vandaan halen. Terwijl wij zijn van, we willen dat nu al weten. Hoe ga je die begroting rondkrijgen? Hoeveel heb je in de portemonnee wat je eruit haalt en hoeveel komt erin terug? Op de tweede plaats stuit je vaak op een probleem dat in sommige lidstaten natuurlijk de staatsstructuur anders is dan in Duitsland. Je hebt natuurlijk een centrale regering, maar de staten, de individuele de staten, hebben een heel groot, het land heet dat, hebben natuurlijk zelf hele grote bevoegdheden. Dus de onderhandelaar in Brussel, waar je mee te maken heeft, heeft in zijn achterhoofd, ik moet doen wat de centrale regering doet, maar het land Hessen of weet ik het wat, die heeft ook nog wat in te brengen. En dat verschilt dus van land tot land. En dan is er nog, wat ik altijd heel belangrijk heb gevonden, een Nederlandse onderhandelaar, als eenmaal binnen Nederland een bepaald standpunt is vastgesteld, heeft een vrij ruime marge de manoeuvre. Hij kan in zijn onderhandelingen vrij aardig, zal ik maar zeggen, concessies doen of niet doen. En die cultuurverschillen, die merk je hoe groot die zijn en hoe sterk dat naar voren komt in zo'n groep van 26 ambassadeurs. Grote werk wordt natuurlijk gedaan in die onderhandelingsgroep, in die werkgroepen en bij die ambassadeurs. Daar ligt natuurlijk het zwaartepunt van de onderhandeling. Je moet vermijden dat je dus irritatie wekt doordat je van meet af aan op je eigen standpunt blijft staan, geen begrip wil opbrengen voor de anderen. Dus ik zeg altijd, hou die deur open, ook al is het maar op een kier. Want je weet nooit wanneer je er weer door terug wil. Geweldig. Nou, hartelijk dank voor deze wijze lessen. Kunnen we zeker wat van opsteken, denk ik. Als laatste spreek ik DJ Herbert, hoofd van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland. Hij legt toe hoe de balans tussen het haalbare en het wenselijke binnen Europees beleid wordt behaald. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw tijd. Hoe speelden die verschillende culturen een rol binnen de onderhandelingen van het herstelfonds? Toen de coronacrisis begonnen is, zijn bepaalde landen heel erg getroffen geweest. En hoopten dat de andere Europese landen hen zouden kunnen helpen. Andere landen zagen wel de zin in van die hulp, maar waren ervoor beducht dat dat scenario zich kon herhalen. Ze zeiden ook met recht dat die hulp ervoor zou moeten zorgen dat die landen misschien in een, moest er een volgende crisis in de toekomst komen, dat die weerbaarder zouden zijn. En dus weerbaarder dankzij hervormingen. Uit bepaalde hoeken kwam er vrees dat een gezamenlijke aanpak zou kunnen leiden tot meer inmenging, interferentie in nationale aangelegenheden. Maar kijk, samenwerking leidt eigenlijk tot het overkomen van vooroordelen. Als je heel veel contacten hebt met bepaalde mensen, kun je die vooroordelen, die vooringenomenheden overstijgen. Dus de instelling waarmee je een gesprek aangaat is eigenlijk ook al heel anders in die zin. Je kunt wel gelijk hebben, maar als de anderen dat niet inzien en jou geen gelijk geven,
is het lastig om iets naar huis te brengen. Dus is het interessant om te zien wat de gemeenschappelijke belangen zijn, zonder dat je je eigen waardes in het vuur gooit. Het lijkt nu vaak een ver van de bed show, ook voor de Nederlandse ambtenaar. Wat zou u als tip meegeven voor die ambtenaren? We kunnen het samen doen. En dat brengt onze verscheidenheid als land, als cultuur, niet in het gedrang. Nederland heeft een heel degelijke praktijk van polderen. En Nederland is heel goed in effectenanalyses en in de implementatie van gemaakte afspraken. Dus Nederland heeft een uitgangspunt, een manier van doen, dat eigenlijk een verrijking zou kunnen zijn op onze samenwerking in Europees verband. Maar daarvoor is belangrijk om ervan bewust te zijn, om zich te informeren en om de kansen te grijpen die er komen en wanneer ze komen. We hebben nu een beter inzicht over hoe 27 lidstaten met elk hun eigen cultuur en politieke context samen kunnen werken. Een goed voorbeeld waar recentelijk tot unanieme afstemming is gekomen, is de Green Deal. In het volgende inzicht gaan we in op de totstandkoming en wat er allemaal bij de realisatie van zo'n deal komt kijken.